Ja, maar wil je dat niet ervaren? Ik zeg, nee hoor, ik zeg, ik hou mijn matras prima maar, zo. Maar niet dat dat een soort bewijs is van de optimale opwinding. Ja, maar dat is dan misschien wat ze tegen elkaar... Ja, denk ik wel. Dat wij denken dat het over overgave gaat en los laten. Van dan ben je echt goed klaargekomen. Ja. Maar ergens leren we hier, als je een vrouw wil laten squirten, kun je er beter een liter water aanbieden. Ja. Dan ongelooflijk gaat je best doen. Ja, god, in medische termen is het gewoon post-coïtale stressincontinentie.